Het aantal besmettingen in Nederland loopt dus nog steeds snel op. Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners lag de afgelopen week per dag op 36. Daarmee hebben wij de twijfelachtige eer tot de top van Europa te behoren. Alleen in België en in Tsjechië is het aantal positieve tests per 100.000 inwoners nog iets hoger. In Frankrijk is het iets lager, maar ook daar neemt het aantal besmettingen nog altijd toe. En ook daar gelden, net als in Nederland, sinds kort weer strengere maatregelen. In de grote Franse steden is de druk op de ziekenhuizen groot. On hospitalise pas tout le monde, les gens qui sont symptomatiques, qui rentrent dans les critères d'hospitalisation. Frankrijk neemt nu strengere maatregelen. In 9 grote steden komt er een avondklok. Alle restaurants, cafés, theaters en bioscopen moeten dicht vanaf 9 uur 's avonds. Een flinke klap. On commence d'habitude vers 19h30, 20h à faire le plein. Vous voyez qu'effectivement c'est au bas mot 70% du chiffre du soir. Au bas mot, en étant optimiste. Ook in Duitsland zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Het land staat er nog altijd beter voor dan veel Europese landen, maar het dagelijks gemelde aantal nieuwe besmettingen loopt steeds verder op. Ob das heute eben genug war oder nicht, das wird sich sehen. Das werden wir sehen. Und deshalb ist meine Unruhe mit dem heutigen Tag noch nicht weg. Er komen ook nieuwe maatregelen in Londen. Zo mogen mensen niet meer bij elkaar over de vloer komen. En het gebruik van het openbaar vervoer wordt ontmoedigd. Uit Brussel kwam vandaag deze oproep. We are quickly running out of time. Everyone needs to do what is necessary to avoid the devastating health, social and economic effects of a generalized lockdown. Ook in België zien we duizenden positieve tests per dag.